in kan haken. We gaan nu aan de action trui beginnen, tenminste deel 2. En deel 2 houdt in dat ik hier de taille ga ik minderen, de mouwen gaan we erin zetten en de poort wordt eraan gehaakt. Dus ik vind het heel leuk dat jullie kijken, allemaal duimpjes omhoog, abonneren, zet die notificatiebel aan, zodat je ziet wanneer ik een nieuwe video geüpload heb. En ja, dan kunnen jullie ook die leuke trui gaan haken. Dus, we gaan beginnen. Tot zo! Je hebt nodig voor de action sweater de flow cake. En op de flow cake is 200 gram. En daar zit 512 meter op. Dus, ik heb 2 bollen nodig gehad. En... dus 1024 meter heb je in totaal voor maat M nodig. Voor maat L heb je 1 bol extra nodig, dus 3. Kijk, en dit zijn de restjes die ik over heb, maar deze heb ik nog nodig voor de boord aan de bovenkant. En dan heb je nodig een centimeter, een schaartje, een stopnaald met een botte punt, steekmarkeerders, en ik heb deze sweater gehaakt met haaknaald nummer 6 en de boorden die heb ik gehaakt met haaknaald nummer 5. Het patroon is ook uitgeschreven, dus dat kan je bestellen. Ik zal de link onder de video zetten en dan gaan we beginnen. Tot zo! Dit is dus de wol die ik gebruikt heb. En er zit, even kijken hoor, 30 graden wassen. Hier staat haaknaald 5. Dat kan je doen, maar ik heb de trui op haaknaald 6 gehaakt. Het is 100% acryl, 200 gram en er zit 512 meter op. Als je bij de taille bent, dan ga je minderen. En natuurlijk moet je... zelf weten of je wil minderen, of je dus die taille erin wil hebben. Ik vind het altijd mooier als het aansluit. Maar ja, wijdere truien zijn ook heerlijk. Hier heb je natuurlijk al een wijder gedeelte voor de borstomvang. En dat komt doordat je in die hoek hier nog stokjes eigenlijk gemaakt hebt. Dus je krijgt dan een wijdere borstomvang. Maar wil je hem dus mooier aan laten sluiten in je taille, dan ga je bij maat M om de 15 centimeter 1 steek minderen, maat L om de 20 steken 1 mindering en bij maat XL om de 25 steken 1 mindering. Ik zet zo even de camera goed en dan ga ik uitleggen hoe ik de mindering maak. En die maak ik nu dus waar je je taille hebt, dat moet je even meten en dat staat ook in deel 1. En dan die point-to-point steek hierin, hier ga ik in minderen. Dus ik zet even de camera goed en dan zie ik je zo weer terug. En dan ga ik je leren hoe dat we deze mindering gaan doen. Tot zo! We gaan dus in de taille de eerste mindering maken. En het minderen van maat M heb ik om de 15 steken gedaan. En dat is dus 1 mindering vanaf 15 steken en maat L kan je minderen vanaf 20 steken en XL tel je 25 steken tussen en dan krijg je 1 mindering vanaf die aantal steken. We gaan die steken minderen in de point-to-point steek, dus die rij met die ja, vaste paarsgewijs of point-to-point. Je pakt je haakwerk weer, je hebt deze toer al gesloten, je maakt de nieuwe toer met 1 losse. En dan gaan we in de achterste steek de point-to-point steek doen. En die blijf je doen in die achterste steek, maar dan ga je, ik doe maat M even voor, vanaf de 15e steek gaan we minderen. Dus ik ga nu 15 steken maken. 1. 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Zie je? Je kan ook dit meten, dat je zegt van om zoveel centimeter, maar wat je wil. Dan gaan we nu minderen. En minderen is hetzelfde als dat je de steek maakt, maar dan pak je één steek extra. Kijk, en dan krijg je dus automatisch die mindering. En nu ga je dus met 4 lussen op je haaknaald. Dit is eigenlijk de normale steek, en de mindering pak je nog een lus erbij. Je haalt door en dan heb je 4 lussen op je haaknaald. Omslaan door 4 lussen. En dan zie je straks niets van de mindering. En dan ga je weer je aantal pakken per je maat. Dus ik maak er weer 15. En dan ga ik weer minderen. Dus dit is een gewone. Dit is de tweede. En bij de 15e steek, dan zie ik je weer terug. Tot zo. Ik heb nu weer 15 steken gehaakt. En je ziet die mindering, die zit hier. Maar die zie je gewoon niet. Als je de trui straks aan hebt, dan zie je natuurlijk wel dat die naar je taille loopt. Maar je ziet de mindering niet. Dus ik zal nog een mindering voordoen. In dezelfde steek. De volgende steek. En je pakt de volgende steek op. Omslaan. Door 4. En dan maak je weer je aantal wat je nodig hebt. Dus weer 15 steken. En zo tel je weer verder. Ik moet weer even tellen, want anders raak ik de tel kwijt. Dit is 2. En zo ga je weer door. 3. En je gaat bij de 15e ga je een steek minderen. En dan zie ik je op het einde van de toer weer terug. Tot zo. En dan zijn we op het einde van de toer met de mindering. Ik heb geloof ik 4 keer geminderd. Maar dat is ook, ja, bij iedereen is dit anders. Omdat ze... Ja, ik weet niet hoe groot jouw pas was, de bovenpas, maar we zijn op het einde en dan ga ik nog 1 steek pakken en ik sluit nu de toer tussen de eerste steek en de halve, of de eerste losse en de eerste steek in, en ik pak mijn draad op en ik haal door alle lussen. Dan ga je weer verder met 3 lossen. En dan ga je in elke steek weer in de achterste lus van de eerste steek. Kijk, en als je hier een te grote opening krijgt, dan ben je te ver. Dus dan pak je deze eerste steek, eerste lus, en dan ga je weer gewoon 3 rijen stokjes haken. Dus als je de hele trui haakt, dus eerst de point-to-point steek hier zo, en dan 3 rijen stokjes. De eerste rij steek je in de achterste lus in, en dan zie ik je bij de volgende mindering, bij de point-to-point steek, daar zie ik je weer terug. Dus je maakt nu weer 3 rijen stokjes, de eerste rij in de achterste lus, en dan zie ik je dadelijk weer terug. Tot zo. We hebben nu net een rij geminderd en nu gaan we de volgende mindering doen. En die gaan we weer in de point-to-point steek doen. Dus als je geminderd hebt, dan ga je 3 rijen stokjes maken. Dan ga je weer
point-to-point steek maken en dan ga je minderen bij maat M om de 25 steken, maat L om de 30 steken en maat XL om de 35 steken. En dan zie ik je daarna weer terug. Daarna ga je weer natuurlijk die drie rijen sokjes haken. En dan kijken we even tot hoe lang jouw trui moet worden. En dan zie ik je weer terug. Tot zo! En als je het patroon gevolgd hebt, dan kom je op 50 centimeter. Het totaal is 58 voor de trui. Maar dat is natuurlijk inclusief de boord. Dus 50 à 52 centimeter is de trui zelf. En dit is de wol die ik nu, dit is de tweede bol die ik nu ga gebruiken. En dan gaan we nu aan de mouwen beginnen. En dan zie ik je zo weer terug. Tot zo! En dan beginnen we nu aan de mouw. En de mouw is niet heel lastig. Alleen je moet wel even de kleur in de gaten houden. En de kleur, het is maar net waar je geëindigd bent aan deze kant. Aan deze kant. Kijk, en die kleur, die pak je. Dus je moet je bol eventjes helemaal afwikkelen per kleurtje. En dan begin je met de kleur waar je het bovenpasje mee geëindigd bent. En dan zet ik even de camera goed. En dan kunnen we weer gaan beginnen. En tot zo! Kijk, ik heb nu de buitenste kleur eraf gerold. De oranje in mijn geval. Van de Cake Flow, van de Action. En dan zie je dat er ook knoopjes zitten, maar dat weet je allemaal al. Die heb je zelf ook al tegengekomen. Ik knip gewoon de knoopjes eraf. En dan hou ik een apart bolletje over. Die bewaar ik. Dus deze leg ik weg. En dan gebruik ik deze kleur. Want met deze kleur heb ik de bovenpas geëindigd. En dan gaan we een opzetlus maken. En dan pak je een kleinere haaknaald. Oh nee, sorry. Ik moet toch haaknaald nummer 6 hebben. Dan pak ik even haaknaald nummer 6. En dan zie ik je zo weer terug. Tot zo! En dan beginnen we de mouw onderaan bij de oksel. Dus echt waar je geëindigd bent. Hier ben je geëindigd. En dit is de ronding. Dus het midden daarvan. Daar pak je je haaknaald met je garen. En daar steek je in, dus in de oksel, je houdt je draden aan de achterkant, je haalt je draad op, omslaan door 2, dit is dus een vaste, vind ik altijd makkelijk, trek even goed aan de draad, en dan begin je gewoon een toer, dus je begint met 3 lossen, en dan kijk je even of je aan de goede kant van je werk zit. Even, ik kan het eigenlijk niet goed zien, maar oh ja, je ziet het natuurlijk aan de ribbeltjes, ja. En dan zit je aan de goede kant van je werk, dus altijd belangrijk dat je echt je ribbeltjes ziet. Kijk, aan de achterkant zie je die ribbeltjes niet zo goed. Dus je zit aan de goede kant van je werk, je pakt de oksel, je zet daar 3 lossen op. En dan ga je kijken hoe je patroontje in elkaar steekt. Want hier heb je die vaste paarsgewijs, hier een rij stokjes, hier een rij stokjes. En als je zo geëindigd bent, dan kun je dus nog een rij erop zetten. Ben je geëindigd met 3 rijen stokjes, dan moet je die point-to-point steek gaan maken. Maar nu kunnen we dus gewoon stokjes gaan maken. Ik heb dus bij de steekmarkeerder mijn eerste 3 lossen gemaakt. Die telt als stokje. En dan ga ik, om geen gaatjes te krijgen, zo dicht mogelijk insteken waar je die 3 lossen hebt gedaan. En dan ga ik een gewoon stokje maken, omdat dit het patroon zo is. Dan zit je op die zijkant van dit stokje, omdat dit nog... Ja, omdat dit zo uitkomt, kom je ook zo uit, dan pak je dus die onderkant van het stokje. Tussen 2 stokjes ga je dan inzitten. En dan maak je weer een stokje. Zie je, die ruimte is vrij open, maar ik laat hier toch maar 1 stokje. En dan pak ik in de volgende,
die ik nu zie. En dit is het, de hoek. Zie je dat dit stokje was van de hoeken? En dit is de hoek, en daar zet ik ook weer een stokje in. En dan ga ik in elke steek, nu zie je de steken, daar ga ik een stokje op zetten. Dus straks heb je die trui aan en dan zie je eigenlijk geen verschil tussen de mouwen en het pand. Zie je, dus op elke steek, ja, het haakt wel geweldig lekker weg. Dit is nu mijn tweede trui die ik maak en ik doe dit ook bewust, zodat ik weet dat het patroon ook klopt. Dus ik ben mijn eigen werk aan het controleren. En op elke steek zet je een stokje. En dan ga je zo helemaal rond het armsgat, totdat je hier weer bij deze begin drie lossen bent. En dan gaan we daar de toer sluiten. En dan zie ik je dadelijk weer terug. Tot zo! En dan zijn we nu op het einde bijna van de toer en je ziet dat je hier die openingen hebt nog van het boven, van de bovenpas. Dus je eindigt hier een stokje op een stokje en dan ga je één steek, omdat we dat aan de voorkant ook hebben gedaan, één steek in die opening zetten en één steek hier tussen die twee stokjes in. Kan je het zien zo tussen twee stokjes in? En dan kom je aan bij je toer. Ik haal even de steekmarkeerder eruit. Zie je het einde van de toer? Daar kom je dan uit. En dan ga je de toer sluiten tussen die drie lossen en het stokje in. Je pak je draad op en je haalt door. En dan heb je je armsgat, ja, gesloten. Draadje leg je straks aan de achterkant, dit, en dan ga je verder met je patroon. Dus nu ga je met één losse omhoog en we gaan in de achterste lus gaan we weer de point-to-point steek maken, insteken, de volgende insteken, ophalen, omslaan, door 3, in de steek insteken, doorhalen, achterste lus, omslaan, door 3. Dus de point-to-point steek gewoon weer. Dus je herhaalt je patroon en dat wordt je mouw. Nu ga je wel kijken hoe breed dit stuk is en zo breed maak je ook je mouw voordat je een nieuwe kleur aanhecht. Dus als bij jou dit stuk 6 centimeter is, dus van het pand, dan ga je de mouw ook 6 centimeter maken qua kleur. En zo maak je hem helemaal in het rond. Je houdt je patroon gewoon aan van de vaste paarsgewijs of de point-to-point, 3 stokjes en je wisselt iedere keer van kleur. Je haakt je mouw gewoon iedere keer rond, rond, rond. En als ik de mouw klaar heb, dan laat ik nog eventjes de centimeters zien waar ik geminderd heb en hoeveel ik geminderd heb. Dus ja, ik ga de mouw even afmaken en dan vertel ik je waar ik geminderd heb en hoeveel ik geminderd heb. Nou, tot zo! We gaan nu minderen voor de mouw en we gaan 1, 2, 3 keer minderen. En de mindering doe je op de point-to-point steek en je meet vanaf de oksel, meet je, ja, hoef je niet te meten eigenlijk, want dan pak je die laatste rij, hier ga je minderen, de volgende ga je minderen en de daaropvolgende ga je minderen. Dus je mindert 3 keer en wat je moet minderen, bij maat M minder je 15 steek om de 15 steken, zoals ik het uitgelegd heb bij het voor- en achterpand. Om 15 steken minder je 1 steek.
formaat M de volgende, de tweede mindering, minder je om de 10 steken 1 steek. En voor de derde mindering, formaat M, ga je om de 5 steken 1 steek minderen. Ik zal dit voor de andere maat ook nog eventjes gewoon op een schrijven hier voor deze, voordat ik weer verder ga. En dan, dan kan je de mouw gewoon minderen in alle maten. En je schrijft ook het aantal steken, die schrijf je op. Want je hebt natuurlijk twee mouwen en je wil allebei de mouwen gelijk hebben. En ik heb nu hier dus geminderd in die point-to-point steek 1, 2, 3 keer. En dan het aantal om de zoveel steken 1 mindering. En dan ga ik nu weer verder met deze kleur. En dat is de kleur van de bovenkant. En dan maak ik weer de mouw zolang als ik hem hebben wil. Dat meet je. En dat ga je weer aan de andere kant weer. Je andere mouw ga je dit doen. Je kan dit bolletje ook omrollen in twee dezelfde bolletjes, zodat je aan de andere kant ook gelijk hebt. Maar ik heb het gewoon gemeten. Ik pak dezelfde afmeting als deze afmeting. En dan ga ik met de laatste kleur beginnen en dan is de mouw af. En dan zie ik je dadelijk weer terug. Tot zo! Als de mouw lang genoeg is, dan gaan we aan de boord beginnen. Dus dan zie ik je zo weer terug met deze is de boordsteek met twee reliëfstokjes voor en twee reliëfstokjes aan de achterkant. En dan zie ik je zo weer terug. Dan gaan we eerst de boord dus doen en dan gaan we nu daarna na de boord gaan we de boord aan de bovenkant doen. En dan zie ik je zo weer terug. Tot zo! En als je op het einde van de mouw bent, dan ben je hier. Dan heb je drie rijen stokjes gehaakt. Een rij point to point of vaste paarsgewijs met achterin de achterste lus ingestoken. Dus op het einde van de mouw, dan hecht je af. Gewoon hier tussen de eerste drie lossen. De eerste losse, want point to point heb je maar één losse. Daar steek je in en je hecht je draad af. Je haalt door twee lussen. Ik had de draad al afgeknipt. En dan heb je je mouw af. Maar dan pak je je zwarte garen. Ik heb alles wel eventjes van de wol gesplitst. Je maakt een opzetlus. En je begint weer in het begin een toer te maken. Dus je steekt eigenlijk hier weer voor de eerste steek en de opzetlossen in. Daar steek je in. Je houdt je draad aan de achterkant. Je hebt haaknaald nu nummer 5 gepakt, want we gaan hetzelfde boord maken als de onderkant. En de onderkant is 2 reliëfstokjes voor, 2 achter, 2 voor, 2 achter. Dus we hebben net zeg maar een opzetlus gemaakt. Je steekt in tussen je laatste losse en de eerste steek. Daar steek je in, je haalt je draad op. Je haalt nog een keer om en je zet hem vast met een vaste. Trekt weer een beetje aan het draadje. Dan maak je 3 lossen. 1, 2, 3. En nu gaan we reliëfstokjes voormaken. 2 aan de voorkant, dus je gaat achter de steek in. Je haalt je draad op. En je haalt je draad door. Omslaan door 2, omslaan door 2.
Dan gaan we nog een relief stokje aan de voorkant maken. Je steekt in, je duwt je relief, je stokje naar voren, of welke steek dat je op het laatst ook hebt, omslaan, draad doorhalen, omslaan door 2, omslaan door 2, omslaan. Dan gaan we een relief stokje aan de achterkant maken, 2. We hebben nu dus de 3 opzetlus lossen. We hebben 2 relief stokjes aan de voorkant en nu gaan we 2 relief stokjes aan de achterzijde maken. Je gaat nu dus achter je werk langs en je duwt je stokje naar achteren en je haalt je draad op. Dus je zorgt dat je draad achterkant goed zit en je maakt je stokje af. Dan weer draad omslaan en dan ga je weer achter je werk langs en je duwt je steek naar achteren, je haalt je draad op, omslaan door 2, omslaan door 2. Zie je? Dan krijg je 2 relief stokjes aan de voorkant, 2 aan de achterkant. En de hele boord maak je zo af met 2 relief stokjes aan de voorkant. 5 is natuurlijk handiger als je de boord dan met mijn haaknaald 6 gaat maken, dan wordt die iets te los, dus je moet echt een haaknaaldje kleiner pakken. En op een gegeven moment deze relief stokjes die heb je zo door. Ik heb ook een baggy hat gemaakt, een muts. Als je die opzoekt, ja, dan kan je ook heel veel leren van hoe je een relief stokje haakt, maar ik hoop als ik het zo voordoe dat het al duidelijk is. En het is natuurlijk altijd oefenen, oefenen, oefenen. Zie je dat je zo dan een boordsteek krijgt? En ja, nu heb je natuurlijk het grijze tussen en dan heb je hier dus ook, kijk, even omdraaien, ik zal het even goed leggen. Kijk, zo komt hij dan. Dus het is wel leuk dat je dit verschil ziet. En dan ga je weer aan de voorkant. En nog één. En aan de achterkant 2. En aan de voorkant weer 2. En weer achter. Zo maak je de hele toer af en dan zie ik je op het einde, dan zie ik je weer terug. Tot zo! En dan zijn we nu op het einde van de toer, van de boord aan de mouw. Ik zie dat ik het draadje ook goed aan moet trekken en even naar achteren moet houden. En hier zit nog een steek, dus ik ga nog één voorste relief stokje maken. En dan sluit ik de toer. Hier heb ik die 3 lossen gedaan. Dan ga ik weer tussen die 3 lossen en de eerste steek in. Daar steek ik in. Ik haal mijn draad op en ik haal hem helemaal door. Dus met een halve vaste. En dan begin ik weer de nieuwe toer met 3 lossen. Ik begin met 3 lossen. 1, 2, 3. En dan ga je gewoon de relief stokjes vervolgen. Dus hier, dit zijn 2 voorste relief stokjes.
dan pak je weer het stokje. Je gaat achter het stokje langs, je haalt je draad om en je maakt dan een stokje. En de volgende doe je weer hetzelfde. Je gaat achterlangs, je haalt je draad om, je haalt door en je maakt een stokje. Door 2, omslaan, door 2. En nu kom je aan de achterkant, dus de 2 reliëf stokjes aan de achterzijde. Dus je haalt je draad om. Kijk, en deze zit aan de achterzijde. Dus je gaat achterlangs, achter je werk. En je duwt ook deze steek naar achteren. Je haalt je draad op. En je maakt je stokje af. Omslaan naar achterlangs. Je duwt je stokje naar achteren. Je haalt je draad op. En je maakt je stokje af. Zie je, dan krijg je dit patroon gewoon. En als je gewoon verder haakt, dan krijg je een hele leuke boord aan je trui. En dan haak ik nog even verder en dan zie ik je op het einde van de toer. Kijk, je sluit de toer gewoon iedere keer hier weer tussen die 3 lossen in. En ik zie op het einde, als ik de boord klaar heb, dan zie ik je weer terug. Tot zo! Ik ben op het einde van de machette. Zie je dat? Hoe mooi dat het geworden is. En ik zal even tellen hoeveel toeren ik gedaan heb. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dit is de 8e. En dan pak ik even centimeter erbij. En dan is de machette ongeveer 6 centimeter. En dan ga ik nu de toer sluiten. En ik moet nog 1 voorste reliëf stokje maken. En ik heb er wel even een steekmarkeerder ingezet in het op bij elke toer, want als het zwart is, dan ja, dan zie je het niet zo goed waar de toer eindigt. Dus weer tussen die lossen en het eerste stokje in, daar steek je in, je haalt je draad op en je haalt hem door. Je pakt je schaar, je knipt af en je haalt je draad door die lus. Zo. En dan werk je die netjes af. En dan is dit je machette. En dat ga je ook doen aan de andere kant. Dus zoals ik deze heb uitgelegd, zo ga je die ook aan de andere mouw beginnen. En dan krijg jij een hele mooie machette. En dan zie ik je dadelijk weer terug. Tot zo! Als het goed is, heb je de mouw op de boorden aan de mouwen gehaakt en gaan we nu met een opzetlus een boord aan de halslijn maken. En het maakt eigenlijk is precies hetzelfde wat je eigenlijk wil aan die hals. Je maakt alleen 2 of 3 steken extra in de hoeken. Ik maak meestal 3, zodat je zeker weet dat je de hoek lekker rond gaat. Dus je begint ergens. Maakt eigenlijk niet uit waar je begint. Ik begin hier zo, gewoon in een steek. Maakt niet uit waar je begint. Je steekt dus in, je haalt je draad op, je haalt om en je haalt door 2. Dan begin je de nieuwe toer met 1. 2 lossen, want die eerste die vaste telt mee. En nu gaan we eerst de eerste toer is alleen maar stokjes maken. Dus bij de hals zet je alleen maar stokjes op.
En dan zie ik hier op de hoek, daar zie ik je weer terug. Tot zo. En we zijn nu met de stokjes bij de halsopening op de hoek. En ik ga hier 3 stokjes in die grote opening zetten. Dus in de hoek ga ik 3 stokjes zetten. 1. 2. 3. En dan ga je weer in elke steek een stokje maken. En het haakt zo heerlijk weg. En als je ziet die wol, die ja, ik zal de bonnetjes bijpakken. Kijk, ik heb de flow voor €2,99. Dus voor €5,98. Dus voor €6. Ja, heb je gewoon een hele trui, heb je een maat groter dan M, ja, dan moet je wel even een extra bol kopen, maar dan blijf je nog onder de €10 en je hebt natuurlijk heel veel verschillende kleurtjes in die trui zitten of op die bol zitten. Ja, ik vind het, dit is nu mijn tweede trui, want ik heb er natuurlijk 1 in de vakantie gemaakt en deze heb ik, ben ik aan het maken omdat om het uit te leggen, om het te filmen. En ja, het is ook een heel makkelijk patroon natuurlijk, hè? Stokjes en dan die point-to-point steek, nou, daar kom je ook wel uit, dat is ook niet geen moeilijkheidsfactor. En dan haak je weer door tot de volgende hoeken en dan ben ik bijna. Goed zorgen dat je de goede steek op een steek pakt. Hier heb je ook nog een steek, zie ik. En dan kom je bij de hoek en ik heb hier nog steeds die begindraad. En daar zet je weer 3 stokjes in. 1. 2. 3. Dus je gaat weer verder, een steek op iedere steek en dan zie ik je op het einde van de toer. Er lag even iets in de weg. En dan zie ik je op het einde van de toer hier. Dan zie ik je weer terug. Tot zo. En dan zijn we nu op het einde van de toer. En dan ga je weer tussen die 3 en het stokje in. Daar ga je in. En je haalt je draad op. En je haalt door 2. Met een halve vaste dus. Zie je hoe mooi dat het dan aansluit? En nu gaan we weer die boordsteek maken of de ribbelsteek. Met 3 losse beginnen we de nieuwe toer. En dan gaan we, beginnen we met een reliefstokje aan de voorkant en nog 1 en 2 aan de achterkant. Dus de boord aan de halslijn, die gaan we gewoon nu helemaal op elk stokje. Eerst 2 stokjes aan de voorkant, een relief stokje, en dan 2 aan de achterkant. Dus die boord aan de bovenkant, die maak je zo af en dan, ja, dan heb je gewoon een hele leuke trui. Je krijgt hem nu niet meer helemaal op beeld. Maar ik wil jullie bedanken voor het kijken naar de Action Sweater. En ik zou zeggen graag de duimpjes omhoog. En bedankt voor het kijken. En tot de volgende video. Tot ziens.